Meneer Spek, we staan hier in een decor. Is dit al een decor wat we straks krijgen te zien? Ja, we staan op dit moment in het levende decor van 254 kinderen uit heel Nederland. Die een week komen kamperen in de bossen van Hattem. En we spelen een spel, een avontuur. En daar zie je nu een deel van. Het is ooit 62 jaar geleden begonnen, 61ste kamp. 62 jaar geleden begonnen als een kampeerweek voor schipperskinderen uit de schipperschool in Zwolle. Die bestond in die tijd nog. En dat is heel klein begonnen. Kinderen van klas 6, wat zo heette dat toen nog, die gingen op kamp. En dat is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een landelijk nationaal kamp Hattem, zoals we dat nu ook kennen. Hoe vindt u dat dit kamp nog steeds zo in leven is? Fantastisch. Fantastisch. 62 jaar. Ja. Eén keer niet doorgegaan, want... In 2001, dat was met mond en klauw zeer of iets dergelijks. Waar komen de kinderen voornamelijk vandaan? Nou, eigenlijk uit heel Nederland. Zeer zeker ook uit Zwolle. Maar ze komen uit Kampereiland. Dat is iets korterbij nog steeds. Maar ze komen uit Terneuzen. Ze komen uit Rotterdam. Er zijn plaatsen uit Zeeland. Ik denk even aan het eiland. Hoe heet het ook alweer? Ja, ik vind het heel leuk en de tent is ook best netjes zo en zo, dus gaat goed. En jij? Ik vind het ook heel erg leuk. Ik vond de tent opbouwen en alles hier op het kamp leuk om te doen. Jullie gaan een hele bekende Nederlander straks zien, weten jullie dat? Ja. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Ik weet het wel. Je weet het wel? Ja, ik. Jij? Ja. Wie gaan we zien? Ga je zien straks? Volgens mij de mevrouw van 13 in de oorlog. Ja? En Klokhuis. En Klokhuis, ja. Wat is straks jouw inbreng? Ik ben gevraagd hier door het Nationaal Kamp Hattem om de opening van deze prachtige week hier in het bos te mogen doen. Met een hele hoop acteurs en vrijwilligers gaan we straks een toneelstuk opvoeren waarmee we het kamp gaan openen. Ja, er loopt een verhaal, een soort rode draad door dat kamp heen. Ze hebben ook al op school een film gekeken wat helemaal gaat over dat verhaal. Dit jaar is het met Maori's het thema. En wij gaan dat helemaal tot leven brengen strakjes. En daarbinnen heb ik ook een rolletje. En hopelijk herkennen ze me en vinden ze het grappig dat ik meedoe. Wat doen jullie hier zoal? Dingen maken. De keuken bouwen. De keuken bouwen. En koken en afwassen. En plezier ook hebben. Ja, en goed humeur meenemen, dat moet ook altijd. Ja. Goed humeur. En Maori zijn. Maori zijn. Ja. Wat moet je doen om Maori te zijn? Stoer. Stoer. Dapper. Stoer. Dapper. Tattoos. Tattoos. Dingen durven. Wij zijn Maori. Hoera, Maori. Ik mag een journaliste spelen die hier op dit eiland onderzoek doet en een aantal grote geheimen te weten is gekomen. En deze kinderen, die alle Maori vrienden zijn, mag helpen op hun zoektocht. Leuk aan dit Nationaal Kamp. Dat we gezellig met z'n allen eens een keer wat anders doen. We moeten zelf koken en de keukens maken. De tenten moeten ze zelf opzetten, dus een keer weer wat anders. Wij komen uit deze! Hoe vaak ben je hier al geweest? Dit is mijn vierde keer. Mijn vierde keer alweer. Peter, waarom komt u de hele tijd terug? Omdat ik het hier zo gezellig vind. Het is leuk altijd met een aantal kinderen. Leuk in de bossen. Geen telefoon, geen televisie, geen internet. Missen jullie je telefoon of social media? Ik mis het eigenlijk helemaal niet, want ik vind het hier wel leuk. En je bent gewoon samen met vrienden en... Je doet leuke spelletjes en zo. Ik hoorde net dat je vertegenwoordiger bent van Oer. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, dat is ook een van de redenen waarom ik hier aan mee wilde doen. De kinderen komen hier vanuit de stad vaak en terug naar het bos. Sommigen hebben echt, als je hier aankomt, ruikt het ook echt heerlijk naar dennenbomen. En die hebben dat nog nooit geroken. En ze gaan hier een week echt in tentjes zitten en helemaal terug natuurlijk naar de natuur. En ze leren hier ook respect voor de natuur en voor elkaar tijdens dit kamp. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Dat probeer ik bij Oer ook te doen. Eigenlijk
kinderen te motiveren. Nou, die kinderen hoef je niet zo te motiveren om naar buiten te gaan, hoor. Maar het zijn vaak die ouders die denken van, maar wat moeten ze dan doen buiten? En niet weten hoe ze dat aantrekkelijk moeten maken. Nou, dat weten ze hier op het kamp heel erg goed, Nationaal Kamp Hattem. Wat ben jij nou aan het doen? Aan het graven. Voor wat dan? Voor een waterput. Voor afvalwater, van bijvoorbeeld van het afwassen en tanden poetsen. En ik denk dat dit soort dingen als zo'n kamp, los van de verbroedering en hoe ze voor het eerst weg bij hun ouders zijn en echt hun eigen kracht meemaken en voelen behoren, dat ze ook hier wel voelen van ja, wat voor rol de natuur speelt en hoe je echt je tot jezelf kan komen hier. Ja, dus dat is te gek. Dit is een grote kans voor heel veel kinderen. Die zijn vanochtend, je wil het niet geloven, maar volgens mij om 6 uur al met de bus vertrokken. Namelijk helemaal uit Kattenzand, Zuid-Zanden. Welkom! Bosman. Ja, en die woont hier ergens in deze gassen. Hier zijn mijn aantekeningen trouwens. Oh. En ik denk dat hij ook weet waar die staf der voorspoed is. Het is Jojo. Ja, sorry. Zeg jongens, gaan jullie eens gauw op zoek naar die Haki-Haki. Ja. Want hij weet waar die staf der voorspoed is. En als jullie die nou hebben, dan hebben jullie een voorsprong. Ik heb hier trouwens een kaart van het bos. Misschien helpt dat. Oh, ja, dankjewel. Ja. Oh, dit is echt fantastisch. Dan kunnen we vanavond al op zoek. Heb je daar wat aan? Kaart van het bos? Ja, dat dacht ik. Ja, hier staat het op. Dan gaan we straks even heel goed kijken, maar nu al kijken. Ja, zijn jullie mee goed? Ja? Nou, een goed begin is het halve werk. En zou u ons willen helpen met deze kampweek goed te beginnen? Met de 61ste Nationale Kampweek Hattem gaan we openen. Ja? Zijn jullie klaar voor? Ja. Met z'n allen, anders lukt het nooit. Oké, 5, 4, 3, Nou, dat komt helemaal.